Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft onlangs vervolgtrainingen rubrics voor rekenen, taal, voortgangsschriften en rapporten verzorgd aan leerkrachten die werkzaam zijn in het binnenland. Het doel van de training was om dieper in te gaan op de nieuwe manier van informatief beoordelen. Dit is een manier van toetsen die gebruikt wordt als leer- en instructiemiddel. Hiermee krijgt de leerkracht goed zicht op de mate van beheersing van de leerstof. Tijdens de training kregen de leerkrachten feedback op hun eigen voortgangsschriften aan de hand van een checklist. Het hoofd van de afdeling curriculumontwikkeling, Melissa Venetiaan, zegt positieve feedback te hebben gehad van de leerkrachten. De leerkrachten zijn blij dat het ministerie het domein meertaligheid heeft meegenomen en dat leerlingen nu tijdens de les mogen antwoorden in hun moedertaal. Het is de bedoeling dat de afdeling later dit jaar de scholen in het binnenland bezoekt om na te gaan hoe het informatief toetsen werkt.